Ik ben Koen van Hemelrijk en ik ben contractor safety manager bij Elia. Bij Elia kennen jullie mij al als de pianist. Ik ben contractor safety manager en dat houdt in dat ik probeer het overzicht te behouden over de veiligheidscijfers van de contractors. We zijn momenteel op de werf Boucle de Lest, waar een nieuwe lijn wordt getrokken, onder andere een werf waar wel veel activiteit is en die toch de nodige opvolging nodig heeft. Vandaag zijn we op werfbezoek omdat er een aantal kleine incidenten zijn geweest op de werf om eens te kijken of de veiligheidsdocumenten in orde zijn, of de Morningstar goed is uitgelegd, of de monteurs die ook daadwerkelijk begrepen hebben. En zeker willen we controleren of ze de risico's kunnen eigen aan de werf. Salut Pascal, ça va? Ça va? Vous avez un document de sécurité, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde a bien suivi la Morningstar? Oui. Vous avez signé le document aussi? Tout le monde a signé. Oké. Top, merci. Als er meerdere contractors op één werf zitten, is het de verantwoordelijke van Elia die eerst een 360 geeft, dus de uitleg aan alle werkleiders. Die op hun beurt moeten eigenlijk de informatie aan hun teams overbrengen en dat noemen we de Morningstar. De interne opdrachtgevers zijn vooral Infra en MAC, die de contractors eigenlijk werk geven. En wij gaan dan kijken hoe dat praktisch op de werf gaat. Samen met de aankoopdienst kijken we dan of die contractors voor ons mogen blijven werken. Gaan we die evalueren. Hallo. Dag Stefanie. Dag Koen. Heb jij de veiligheidscijfers van de nieuwe contractor al kunnen bekijken voor de prekwalificatie, het dossier van Veerle? Ja, ik heb die bekeken en voor mij zijn die in orde, dus de contractor mag geprekwalificeerd worden. Ah, oké. Okay. Super, bedankt. Dag. Dag. Salut Philippe. Ça va? Ça va bien. Tu peux m'expliquer un peu ce que vous allez faire aujourd'hui et quels sont les risques liés au travail? Aujourd'hui, c'est prévu de dérouler le câble OPG-Way, de faire attention même pour la sécurité, d'être bien attaché, surtout faire attention de ne pas mettre les mains dans les poules. De risico's van deze werf ken ik bijzonder goed, omdat ik mijn professionele carrière begonnen ben als lijnmonteur. Dus ik heb zelf vroeger ook, zoals we vandaag zien, naast de loopwielen gestaan op. Ik heb in het verleden een dodelijk ongeval van vrij nabij meegemaakt. Dat was iemand die in hetzelfde team zat. En dan heb ik toch voor mezelf gaan nadenken, misschien kan ik er toch iets aan veranderen door mee de procedures te gaan bekijken, door mee de veiligheid op te volgen en zo eraan bij te dragen dat iedereen 's avonds gezond en wel naar huis kan. Dat is het belangrijkste voor ons. Hi, mate.